Goedenavond, ontzettend leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe uitzending in deze bijzondere kerstweek. We leven helemaal naar kerst toe en zoals je ziet aan de kleding en in de achtergrond, wij zijn al helemaal aan het voorbereiden. Wat een geweldig feest, misschien wel een van de mooiste feesten die we met elkaar kunnen vieren. Kerst, ja ook dit jaar. En vandaag wil ik spreken over kerst na 2000 jaar. Hoe relevant het is, hoe krachtig. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik daar vandaag weer iets over mag delen. Ik moet denken aan Christmas. Christmas is wat ze in het Engels noemen, Christmas. En het is dus Christ, dat is het eerste woord, en Mass. En die twee, Christ is natuurlijk Christ, is Christus. En Mass komt van het woord eigenlijk wat wij kennen als mis. Wat spreekt van viering. Wij vieren Christus. Wij vieren Christus. Het is het feest rondom Jezus. Jezus is een feest. En sommige mensen zeggen, ja, maar hij was op een ander moment geboren en het was niet precies 50. Weet je, dat maakt niet heel erg veel uit, denk ik. Het gaat er vooral om dat we ruimte geven aan de dankbaarheid en vieren het feest en klaarstaan of stilstaan bij de essentie van wat kerst voor ons betekent en wat de geboorte van Jezus voor ons betekent anno 2021. Wauw, we zitten al in 2021. Is dat niet geweldig? Ik hoop dat jij ook enorm uitziet na kerst. Ik weet dat het een groot feest is, een feest van warmte. Soms ook voor mensen een moeilijke tijd. Als je mensen bent verloren, mensen dierbaren om je heen, of als er dingen zijn gebeurd afgelopen jaar waarin je terugblikt. Maar ook daarin mogen we Jezus, de geboorte van Jezus en Jezus toelaten in ons leven. Want Hij is de vredevorst. En misschien kan kerst dan een moment zijn om eventjes stil te staan en te zeggen, Heer, ik laat uw vrede binnen. En zodat ook deze kerst in het teken staat, niet van het verlies of de pijn, maar juist de vrede die Jezus kwam om die te brengen, ook in jouw leven. En ik wil met je eigenlijk gewoon het kerstverhaal doorlezen om helemaal in de stemming te komen voor wat er aanstaande vrijdagavond natuurlijk gevierd gaat worden. En de komende kerst, eigenlijk het kerstweekend als het ware, eerste kerstdag, tweede kerstdag, een tijd om van te genieten. Maar om alvast je mee te nemen in het kerstverhaal. Gewoon eens even er doorheen te lezen en daar essenties uit te halen wat dat voor jou en voor mij vandaag de dag betekent. Ik wilde eigenlijk beginnen met de gedachte, Jezus werd bij ons geboren, zodat wij bij Hem geboren konden worden. Jezus werd bij ons geboren, zodat wij bij Hem geboren konden worden. En dat is een heel bijzonder iets. God werd mens en Hij leefde onder ons. Immanuel, God met ons. Zodat wij vervolgens toegang kregen om dicht bij God te kunnen zijn. Hij komt dicht bij ons, zodat wij dicht bij Hem konden zijn. Ik wil lezen uit Lucas hoofdstuk 2, want dit is het ding. Dit is waar we bij stil mogen staan. Het grote verlossingswerk van Jezus is zo reëel, ook voor vandaag. En het is alleen in Jezus dat we werkelijk vervulling vinden. En dat we werkelijk voldoening ook vinden van waarom leven we? Waarom heeft God jou je levensadem gegeven? Het is omdat je samen met Hem het leven zou leven, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. En Hij opent de weg, Jezus opent de weg tot de Vader. En ik wil met je lezen uit Lucas hoofdstuk 2, mijn favoriete hoofdstuk, waar het gaat over het kerstverhaal, de geboorte van Jezus. En ik wil lezen vanaf vers 1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven of registreren. Nou, dit was heftig. Vers 2 zegt ook, deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Je moet begrijpen dat helemaal geen positieve ontwikkeling was. Wij leven nu in een tijd van corona, een tijd QR-codes en registratie en dit en dat. En heel veel mensen, misschien wel de meeste, zijn er helemaal wars van. En het brengt ook een tweespalt en een splitsing ook in de maatschappij. En mensen worden weggezet als, weet je, die groep tegen die groep. En diegenen die tegen het vaccin zijn en wel de gevaccineerden. En hoe ga je daarmee om? En de ene die wel volgt en niet volgzaam. En weet je, waar laten we ons? En wat gebeurt er allemaal? En wat is de agenda van de vijand? En allerlei dingen worden erbij gehaald. En wij mogen weten, Jezus is gekomen. En zoals ze toen zijn komst verwachten, mogen wij ook nu in deze tijd zijn komst, zijn wederkomst verwachten. En wij mogen dus vieren, Hij is geboren om vervolgens te sterven, op te staan, naar de hemel te gaan en weer terug te komen. En misschien is dit dan wel een tijd waarin de boel geschud wordt om ons terug te brengen naar de basisdingen waar ons leven nou echt op gebaseerd is. En dat is ons geloof en vertrouwen in de Heer Jezus Christus, die was, die is
en die komen zal, zegt het boek Openbaringen. Prijs de Heer, alles is in zijn hand en we mogen onze aandacht richten op hem. Maar we zien in Lucas hoofdstuk 2, dat was een grote volkstelling. Iedereen moest zich laten registreren. Nou, wij zijn er helemaal wars van. Weet je, wat moet er allemaal geregistreerd worden? Wat wordt er allemaal gedocumenteerd? We hebben AVG, allerlei zaken rondom. Weet je, wat is je identiteit? En nu, hoe ver hebben mensen toegang tot die persoonlijke gegevens? Nou, in deze tijd was het niet veel anders, dus 2000 jaar geleden, dat het voor het eerst het voordeed, want mensen stonden niet geregistreerd, dat mensen vanuit één centraal punt allemaal geregistreerd en in kaart moesten worden gebracht. Ik denk dat ook heel veel mensen hebben gedacht, wow, hier zit een agenda achter, dit is niet goddelijk. En ik denk ook niet zozeer dat het goddelijk was, het was immers de onderdrukker, het Romeinse volk, wat erop uit was om iedereen in kaart te brengen en daardoor te begrijpen wie zit waar, wie heeft waar zijn oorsprong, wat is het volk, zodat je ook daarin dingen kunt controleren en kunt beheersen. En dat voelt niet goed. Het voelt niet goed. In die tijd voelt het niet goed, nu voelt het niet goed. Maar ik wil zeggen, er zijn best veel overeenkomsten. Maar te midden van die tijd zie je dat God regeert en dat God zijn plan uitrolt en dat God gewoon zijn agenda heeft en dat is niemand die dat kan stoppen. En wij mogen ons juist in blijdevolle verwachting uitstrekken naar wat God wil doen, ook in deze tijd. Want net zoals in die tijd, iedereen in de registratie, iedereen in de moest worden geïdentificeerd en beheerd en in kaart worden gebracht, wow, ook toen brak God door met de geweldige geboorte van de Heer Jezus Christus en werd een nieuw tijdperk ingeluid van de Heer Jezus die kwam. Gods goedheid, Gods grootheid, Gods grote genade geopenbaard als nooit tevoren. Een nieuw tijdperk. En wij mogen nog steeds leven in dit tijdperk van Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest wat daarna kwam. Maar goed, we hebben nu bijna alle feesten zijn al voorbij gekomen. We hebben het vandaag over kerst. Dus vers 3, iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Iedereen moest terug naar zijn wortels. En ook Jozef die ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, ze waren verloofd en zij was zwanger. En in die maatschappij was dat echt niet zomaar iets waar je zomaar overheen leest, hoor. Of waar je best even stil bij mag staan. Want in onze tijd, weet je, als iemand, oh, je bent zwanger en nog niet getrouwd, zeggen we, oh ja, nou ja, weet je, in onze maatschappij is dat allemaal geaccepteerd. Maar in deze tijd, in de tijd waar we het nu over hebben, Lucas hoofdstuk 2, absoluut niet. Dan was er absoluut sprake ook van een situatie van waarschijnlijk overspel of seks voor het huwelijk. En dat was een grote schande en een grote schaamte. Zoals God nu nog steeds op het gebied van huwelijk enorme waarde hecht aan het huwelijk. En ook seks heeft bestemd voor het huwelijk. Maar in deze tijd was het ook in de cultuur, was het dus... Weet je, het was nu dus niet, ik bedoel, de seks bestemd voor het huwelijk, voor binnen het huwelijk bedoel ik, niet voor het huwelijk. Amen. Maar hier in deze tijd ook was het eigenlijk een beetje een schande. Jozef voelde zich beschaamd dat zijn aanstaande vrouw ineens zwanger was. Het was ook niet van hem, dat wist hij. En gelukkig, de engel die bezocht hem, zoals we weten vanuit andere hoofdstukken die daarover beschreven staan. Maar hij bleef trouw, want God had tot hem gesproken door een engel. Hij wist precies wat in de moederschoot van Maria verwekt was. Was door God, door de geest van God daar verwekt. En dat zou zijn de Zoon van God, Jezus. Dus hij reist daar samen met zijn vrouw, die zwanger was, reist hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Dus hij moest helemaal, van Nazareth naar Bethlehem. En als je dat onderzoekt, is dat 70 mijl. Dat staat ongeveer voor meer dan 110 kilometer. En we begrijpen dat ze dus aan het reizen zijn. Dat is niet een dagreis of zo. Dat is dagenlang onderweg. En Maria is hoogzwanger. En ze doen het op een ezel. Dus je kan je zo voorstellen, zij zit op die ezel. Weten niet precies of hij nou dat grote eind ertussen de langs heeft gelopen of hoe ze dat hebben gedaan. Maar dat moet in fase zijn gebeurd. En het is een heftige tocht. En ik denk dat er in die tijd, er was geen positieve atmosfeer van wat fijn, we laten ons allemaal registreren. Nee, dat was opgelegd. Het was een dwangmiddel. En dat voelde gewoon gigantisch rot. Maar ondertussen droeg zij met zich mee Gods Zoon. En dat mogen wij in deze tijd ook hebben. Wij mogen weten dat waar we ook in onderweg zijn en wat de situatie ook is, al is de setting helemaal niet fijn, wij mogen zwanger zijn van Gods plan. En Gods geweldige plan wat zich aan het uitwerken is in deze tijd en in onze levens. Het is een heel ander perspectief. Vers 6 zegt, terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan.
ze zijn echt wel een tijd onderweg geweest. Toen ze daar waren, was het de tijd om te bevallen. En ze bracht een zoon ter wereld, zegt de Bijbel, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak. Omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Alle hotels vol, het was één grote chaos van reizende mensen in die tijd. Alles zat bomvol en er was niet eens plaats voor Jezus om fatsoenlijk geboren te worden. Anders dan dat ze in een verblijf komen, ergens in een stal terechtkomen met een voederbak, waar uiteindelijk de Zoon van God, de Koning der Koningen, de Vredevorst, in doeken gewikkeld, in wordt gelegd. Ik vind het zo mooi dat God niet onder de indruk is van dat soort dingen, van uiterlijkheden. Dat dat het feest niet verpest. Dat dat het plan van God niet verandert. Dat in die setting, dat God gewoon zijn glorie laat zien. En dat God de God is van de enorme doorbraak en de God van enorme overvloed. En dat zien we ook natuurlijk als later, dat is dan een stukje later hoor, maar een stuk later in de tijd zien we de wijzen komen uit het oosten. En zij brengen allerlei goud mee en edelstenen en schatten en wierook en mirre en heerlijke geuren. Ze brengen allerlei dingen naar hem toe. Er is enorme overvloed in God altijd, maar ook in hele barre omstandigheden waarbij een kind gelegd wordt in een voederbak. God doet zijn plan en dat geldt voor onze levens ook zo. Het maakt niet uit wat de setting is op dit moment. Als jij zwanger bent van het plan van God voor jouw leven, en begrijp me goed die parallel die ik maak. Hè. We zijn niet zwanger van Jezus zoals Maria dat was, maar zij droeg wel met zich mee Gods bovennatuurlijke plan, te midden van een heftige situatie van onderdrukking. En zo mogen wij ook iets met ons meedragen wat niemand je kan afnemen. En dat is de overtuiging dat God ook in onze tijd bijzondere dingen wil doen. De tijd is in zijn hand, de aarde is in zijn hand, alles is in de handen van God. En als wij onze ogen maar gericht houden op hem en samen stromen met hem, kunnen wij wandelen onder leiding van de grote vredevorst. Vers 8. Niet ver daar vandaan bracht de herders de nacht door in het veld. De herdertjes. Oh, wat prachtig. Het wordt geromantiseerd, maar het is ook zo'n mooi verhaal. En ze hielden de wacht bij hun kudde. En je ziet het voor je. Gewone herders, gewone mensen. Gewone mensen zoals jij en ik. En opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. Hoe God ons elke keer ontmoet ook. Hè? Daar waar we werken. Daar waar we onze verantwoordelijkheden hebben. God wil machtige dingen doen. Hij ontmoet ons in het veld. Hij ontmoet ons op ons werk. Hij zoekt ons op. En hij vindt ons. Hij weet ons te vinden. En waarom de herders en de anderen niet? Dat soort antwoorden weten we niet, maar het is zo bijzonder dat God daar gewoon herders, mensen, eenvoudige mensen, zonder pretenties ontmoet. En de engel zei tegen hen, wees niet bang. Want er komt jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Deze zin alleen al is voor mij zo inspirerend. Want dit is de zin die eigenlijk ons iets zegt over het thema van wat kerst inhoudt. Als je nog eens vers 10 bekijkt samen met mij, dan zie je dus dat daar staat, ik kom jullie goed nieuws brengen. Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Goed nieuws, grote vreugde. Goed nieuws, grote vreugde. Kerstfeest, Christmas, het vieren van Christus, het vieren van Jezus Christus is goed nieuws en grote vreugde. En ik bid dat dit goede nieuws en grote vreugde jouw hart mag vervullen. Nu al, zo richting het kerstfeest. Dat je dat mag toelaten in je leven. Dat alles overstijgende goede nieuws en grote vreugde die God, alleen God in staat is om te brengen in ons leven. Alleen als we Jezus ontvangen, dan vult ons leven zich met die grote vreugde en vanwege dat goede nieuws. Vers 11 zegt, vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Hij is de Messias. Hij is die beloofde redder, die beloofde verlosser. Degene die komen zou om het volk van God te redden van hun zonden. Die de afscheiding tussen God en mensen zou weghalen. Degene die vrede zou herstellen in de levens van mensen. Oh, ze dachten dat degene die zou komen zou orde herstellen volgens de lijn van David. Hij zou zitten op een troon. Hij zou zijn politieke positie innemen. Hij zou een troon vestigen in Jeruzalem en een groot rijk besturen. Hij zou de Romeinse onderdrukker eruit knikkeren.
Maar nee, dat was het patroon niet wat God volgde. Het patroon van God was niet dat het Romeinse Rijk eruit geknikkerd werd doordat Jezus een politieke functie ging bekleden. Maar het was dat hij kwam als mens en dat hij de koning der koningen was en in de geest alle autoriteit in hemel en op aarde op zich nam. Terwijl de huidige structuren, de politieke structuren nog in stand bleven, werd Gods plan niet geremd, maar werd zijn koninkrijk gevestigd. Ook in onze tijd mogen wij weten dat geen politieke structuur of beweging kan remmen het werk van God. Want als God zijn plan heeft, wat hij ook vandaag heeft, en zijn plan staat vast voor eeuwig, dan zal hij niet dat doen vanwege politieke macht. Hij heeft niet de politieke macht nodig om zijn koninkrijk te vestigen. Hij komt met een koninkrijk wat woning vindt binnenin ons. En wij worden dragers van zijn koninkrijk. Jezus maken wij Heer van ons leven. En in onze binnenste dragen wij de heerschappij van Christus met ons mee. En overal waar we komen, vestigen wij het koninkrijk van God. Het koninkrijk wat bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Het overstijgt elke vorm van politieke macht. Het overstijgt elke landsgrens. Er zijn geen grenzen bij God. Het gaat de gehele schepping aan. En God wil zijn werk door laten breken in onze levens. Zoals hij deed in die tijd, zo doet hij het vandaag. En zo wil hij het doen door ons heen. Dit zal voor jullie het teken zijn, zegt vers 12. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. Vers 13. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Zullen we eens kijken wat hier staat? Zullen we eens kijken wat hier in vers 14 staat, dit op ons in laten werken? Zullen we eerst eens de context begrijpen dat er een engel spreekt die al moet zeggen: wees niet bang, goede boodschap, grote vreugde. Maar dat vervolgens om hem heen staat er in één keer een engelenmacht. Een engelenmacht hebben we net gelezen. Een koor, een engelenkoor, maar eigenlijk een leger zoals we net zagen. Het leger. Lieve broer, lieve zus, mogen wij ook in deze tijd onze ogen richten niet op datgene wat voor ogen is. Niet op de benauwdheid van de politieke onrust of de situatie in de wereld. Maar mogen onze ogen gericht zijn op de hemelse dimensie. Waarin wij mogen zien dat hij die voor ons is, is groter en meer dan hij die tegen ons is. En als God zelf voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Mogen wij zijn zoals de dienstknecht van de profeet en de profeet die bad voor hem: Heere, open zijn ogen. Dat hij in één keer kon zien, niet meer zijn ogen gericht op het leger van de vijand, maar de hele berghelling gevuld zag met engelenmachten, het leger van God zelf. Vurige wagens en paarden en een hele legermacht wat op één keer de knecht in één keer zag. Waarom? Omdat hij zijn ogen afhaalde van het natuurlijke en keek in het geestelijke. Dat is kerstfeest. Zien wat God nu doet. Zien wat Jezus toen deed, wat hij vandaag de dag doet. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. Eer aan God in de hoogste hemel, zongen ze en verklaarden ze, en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. O, broer, zus, begrijp dat in die tijd was er helemaal geen vrede. Er was geen vrede in het land. Er was geen vrede in de politieke structuur. Er was onderdrukking. Een paar jaar later zelfs, weet je, was het zo dat Herodes wilde alle kleine jongetjes onder de twee, liet hij vermoorden in die hele streek. Het was een periode met enorme pijn, enorme verdriet, enorm onrecht. Maar terwijl er onrecht is, zie je dat God altijd doorbreekt. Altijd doorbreekt. En zijn plan is niet te stoppen. En het blijft goed nieuws en een goede boodschap. En het is ere aan God en het is vrede. Vrede voor alle mensen zoals we net hebben gelezen. Zie je dat? Zullen we vers 14 nog een keer lezen? Ik vind het een heerlijk vers om nog een keer te bekijken. Eer aan God in de hoogste hemel. Vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Zie je wat hier staat? Vrede op aarde. Ten eerste eer aan God. Ten tweede vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Is dat niet prachtig? Vrede voor de mensen. Dit is wat hij komt doen. Te midden van politieke onrust, te midden van een onderdrukking, te midden van allerlei registratie en vervelende, rottige dingen, zegt Jezus, zegt God, zegt ik kom, ik stuur jou Jezus, zodat jij vrede ontvangt. Zodat jij vrede ontvangt, vrede op aarde. Wow, vrede op aarde begint in ons hart. Is daar waar we Jezus toelaten in ons leven, toelaten in ons hart, toelaten in onze emoties. Toelaten, laat God toe in je leven. Laat hem toe in je geest, in je ziel, in je lichaam. Geef God de ruimte. Laat het zo zijn dat het niet zo is als in de drukte toen Jezus geboren moest worden en er was niet eens plaats in de herberg.
Dat wij ook zo zijn, dat de gebieden van ons leven allemaal gesloten zijn. Geen plaats, geen plaats, geen plaats. Laten wij mensen zijn die de deuren van ons wezen en ons leven openzetten voor God. Dat hij zegt, laat de koning maar bij mij, laat de koning bij mij wonen. Kom maar, Heere, met uw wezen. Kom met uw liefde. Kom met uw vrede. Kom met uw wezen. Kom met alles wat u heeft. En vind een plaats waar u kan zijn en kan wonen en kan verblijven in mijn leven. O, lieve mensen, het is zo nodig om die keuze te maken, ook vandaag. Zodat ons leven gevuld is met die vrede. En ons leven gevuld is met die blijdschap. Halleluja. Het is bovennatuurlijk, broers, zus. Het is niet iets wat je maakt. Het is niet iets wat je kunt vinden in de wereld. De Bijbel zegt het ook. Jezus legt het uit. Hij zegt, de vreugde die ik jou geef is in de wereld. Niet te vinden. Het komt niet door een feestje, het komt niet door omstandigheden, het komt van binnenuit, gegeven door zijn geest, mogelijk gemaakt door de Heer Jezus Christus zelf. Wauw, en het is realiteit. Iedereen kan van alles denken en vinden in de buitenwereld, maar als je dit beleeft in je leven en in je binnenste wezen, oh man, wat kan iemand je maken, amen. Wat kan iemand je maken? Prachtig. Vers 15. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, toen zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Weet je, ze gaan op reis. Vers 16. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Vers 17. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Ja, dat is natuurlijk bizar. Ze vertelden van een engel en een engelenkoor en een leger. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Hoe heerlijk, hè? Hoe God soms ook dingen kan bevestigen via anderen. Maria wist het. Ze had immers zelf van de engel gehoord. Maria had zelf een ontmoeting gehad met God. Ook Jozef had een persoonlijke ontmoeting gehad met engelen die hem in zijn droom bezochten. Hij wist dat hij het wist. Maar ook via de buiten, ook nog eens via andere mensen, bevestigt God altijd zijn plan. En zijn geweldige plan, zijn geweldige wil die hij zal doorvoeren. En ook hier, Maria sloeg al die woorden op in haar hart. Ze wist het, God is een bovennatuurlijk werk aan het doen. De setting lijkt nergens op, maar God is een bovennatuurlijk werk aan het doen. En dat zal hij ook in jouw leven. Zoek maar de bevestigingen die God geeft, want uit allerlei kanalen zal God elke keer bevestigen. Hij ziet je, hij hoort je, hij kent je, hij is met je bezig. Hij heeft een geweldig plan met jouw leven. Haha, de herders gingen terug, vers 20, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Geweldig. Vers 21, toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Jezus Christus. Halleluja. Prijs de Heer. Wat een geweldig verhaal. Wat prachtig. Jezus geboren voor ons. Jezus, de verlosser, de lang beloofde verlosser, 2000 jaar geleden geboren en anno 2021 nog dezelfde grote impact heeft, de veranderende impact, het evangelie wat nog steeds gevuld is met grote kracht, wat nog steeds vrede brengt te midden van grote onrust, wat nog steeds eeuwig leven geeft, ja zelfs de enige weg tot eeuwig leven is het ontvangen van de Heer Jezus Christus en het offer wat Hij gebracht heeft. Hij betaalde de prijs voor onze zonden en ongerechtigheden. Hij verandert levens drastisch. Elke week opnieuw worden we verrast door mensen die ruimte hebben gegeven aan God, die Jezus hebben toegelaten in hun hart en levens die worden veranderd en getransformeerd doordat ze een ontmoeting hebben met God. Ha, wow, zo bijzonder. Zo bijzonder. Ik wil een stukje nu, het laatste stukje van deze uitzending wil ik lezen uit Jesaja hoofdstuk 9. Want Jezus, hebben we net gelezen uit Lucas hoofdstuk 2, is dus het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament wordt ingeluid eigenlijk met de komst van Jezus. Maar dat neemt niet weg dat het Oude Testament bomvol staat met allerlei profetische vergezichten en profetische aankondigen dat Jezus geboren zou worden. En een van die aankondigingen staat in Jesaja hoofdstuk 9. En daar wil ik je mee bemoedigen, want het geeft ons een beeld van het goede nieuws en de grote vreugde waar de engel het over had toen de engel de herders bezochten in het veld. Goede nieuws, grote vreugde. Jesaja hoofdstuk 9. Ik hou van het woord van God. Ik hoop jij ook. Om daarin dingen te zien. Het woord van God is levend en het is krachtig. En elke keer als wij het woord tot ons nemen, is het als Gods zaad wat in ons geplant wordt. En elke keer als zaad geplant wordt in een ontvankelijk hart, in ontvankelijke grond, brengt het de vrucht voort waartoe het gezonden is. Laat het woord maar voortbrengen in onze levens. Amen.
Vers 1 staat, het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Oh mensen, deze tekst al. Hoe dieper de duisternis ook is, hoe diep de duisternis ook is in deze wereld, misschien wel in jouw leven. Hoe helderder het licht schijnt wat Jezus jou brengt. Hoe helderder het licht is wat Jezus wil schijnen over jou. God is nooit onder de indruk geweest van duisternis en donkerte en somberheid en depressies en pijn en verdriet. Altijd komt hij met een grotere oplossing. Altijd komt hij met genezende kracht, met vrede, met bovennatuurlijke voorziening, met zijn liefde. Altijd komt hij met alle situatie-overstijgende doorbraken die God alleen zo kan geven. Zelfs soms in het grote verlies wat we meemaken, dierbaren die ons ontvallen, ook misschien wel dit jaar, daarin zelfs. Kent God ons een vrede toe? Komt hij ons tegemoet met troost? Komt hij ons tegemoet met kracht wat ons verstand ver te boven gaat? Zodat wij kunnen wandelen in een overtuiging van vrede en blijdschap. Oh, zodat hij degene is die onze tranen wegwist en ervoor zorgt dat we een nieuw perspectief kunnen ontwikkelen. Zodat we mogen weten dat met wat ons overkomen is, dat daarmee niet ons leven voorbij is of onze toekomst geroofd is. Maar dat nog steeds het plan van God klinkt vanuit de hemel. Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou. Dat is waar we met kerst bij stilstaan. Dat in de donkerte, in de duisternis, schijnt een helder licht. En schitterend is het licht wat schijnt, onze Heer Jezus Christus. Vanaf vers 5 lezen we het volgende. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Zie dat autoriteit rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. De Engelse Bijbel zegt Prince of Peace. De vredevorst, de prins van de vrede. Dat is hoe we hem zullen noemen. En dat is hoe we hem vandaag kunnen noemen. Jezus, anno 2021, is nog steeds de wonderbare raadsman. De sterke God die zich openbaard heeft. Niet de God van ver weg, maar die kwam naar jou en mij. Die kwam in de duisternis om te schijnen als helder licht in jouw leven. Hij is de eeuwige vader, de afspiegeling van de eeuwige vader. Wij vinden het karakter van God de Vader, zien we één op één terug in Jezus. In Johannes zeggen de discipelen, Jezus, toon ons de Vader en dan is het genoeg. Jezus zegt, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Vandaar dat hier kan staan, eeuwige Vader en vredevorst. Hij brengt vrede, wat de omstandigheden ook zijn. Het is zelfs zo, hij tilt je boven omstandigheden uit om van een ander perspectief te kunnen zien en te weten dat wat voor moeilijkheden je ook misschien wel op dit moment zit, hij tilt je erboven uit, zodat jij mag ervaren Gods vrede. Vers 6 zegt het volgende, groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Wauw, wat een liefdesverhaal is dit. Hier staat eigenlijk in de Engelse Bijbel zegt aan de toename van zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Aan de toename van zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat staat letterlijk in de Engelse Bijbels. Dat is een bijzonder ding, want wij mogen beseffen, toen Jezus Christus kwam en hij gevestigd werd als koning der koningen en heer der heerscharen. De Bijbel zegt dat na zijn dood en opstanding, ja, hij leerde gehoorzaamheid zelfs door wat hij leed. En hij nam de vorm van een dienstknecht aan en hij stierf, ja, aan het kruis stierf hij voor jou en voor mij. De Bijbel zegt, daarom heeft God hem ook verhoogd en hem gegeven een naam boven elke andere naam. Dat elke knie zich zal buigen en elke tong getuigen. Jezus is Heer. In zijn vurige liefde, zegt de Bijbel, heeft hij dit tot stand gebracht. In zijn gepassioneerde liefde voor jou en voor mij heeft hij de prijs betaald. Is hij gekomen om te zijn, ja, een koning, maar in de vorm van een dienstknecht. Ja, met de grootste autoriteit, maar om zijn leven neer te leggen als een
misdadiger te hangen aan het kruis en de grote prijs te betalen om jou en mij vrij te kopen met zijn kostbare bloed, wat voor ons gegoten is, zijn onschuldige bloed vergoten voor ons, zodat wij schoongewassen zouden zijn van zonde en ongerechtigheden en onze tekortkomingen, zodat wij opnieuw geboren konden worden. Hij werd geboren bij ons, zodat wij geboren konden worden bij hem. De Bijbel zegt, Johannes hoofdstuk 3, dat als wij het koninkrijk van God willen zien en willen binnengaan, dat wij opnieuw geboren moeten worden. Opnieuw geboren worden wordt gedreven door een overtuiging in je hart door de Heilige Geest. Je hoort het evangelie misschien wel zoals je het vandaag hoort. Je hebt een overtuiging in je hart, je weet het. Je beseft het en je weet het. Niet misschien met je verstand, maar dieper in de kern van jouw wezen en in je hart. Dat er een God is die om jou geeft. Dat Jezus realiteit is van 2000 jaar geleden toen hij geboren werd. Dat 2021 nog steeds impact heeft en levens verandert voor een ieder die ruimte geeft. Is er ruimte in de herberg? Is er ruimte in jouw leven? Is er ruimte in jouw hart? Op het moment dat wij hem toelaten, zegt de Bijbel, leert ons, als wij belijden met ons mond, geloven met ons hart, Jezus als Heer, dan worden wij opnieuw geboren. Dan worden wij een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alle dingen zijn nieuw geworden. God wil je een nieuwe start geven. En mensen die deze openbaring al hebben en die dit ervaren hebben aan den lijve, die weten dat wij mogen wandelen als christen in een nieuwe dimensie, in een nieuw soort leven. Het eeuwige leven wat reeds aan ons geschonken is. Halleluja. Zelfs de dood overwonnen. Dat als ons lichaam sterft, dan leven wij voort in geest en in ziel. En voor eeuwig zijn wij bij hem. Halleluja. De Heer van de hemelse machten, hebben we net gelezen, brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Broer, zus. Geweldig. Jezus werd bij ons geboren, zodat wij bij God opnieuw geboren konden worden. Wat een feest. Christmas. Christ. Mes, het feest van Christus. Het feest waarin wij vieren een boodschap van goed nieuws en grote vreugde. Ik hoop je hiermee al te hebben bemoedigd vanuit Gods woord en klaar te hebben gestoomd voor een geweldig kerstweekend. Vrijdagavond, kerstavond. Lieve mensen, iedereen is van harte uitgenodigd. Misschien heb je al geregistreerd, maar zo niet. Hou onze socials in de gaten voor onze kerstdienst op vrijdagavond, de 24e. Zodat je precies aangesloten kan zijn en misschien niet in de buurt een kerstdienst kunt bijwonen. Dan weet je dat je altijd welkom bent om online met ons samen het kerstfeest te vieren. Het belooft weer een hele bijzondere, gezegende avond te worden. Waarin Jezus centraal staat en waarin we ook kijken naar de impact die Jezus heeft. Een kind 2000 jaar geleden geboren, vandaag de dag nog grote impact heeft. Mensen zullen getuigen, we zullen voorbeelden horen. Er gebeuren bijzondere dingen. Ik weet ook niet alles eigenlijk. Er zijn ook verrassingsaspecten, maar we kunnen ook nog niet alles vertellen over wat er gaat gebeuren. Maar het belooft een prachtige avond te worden. Dus ik hoop je te zien aanstaande vrijdagavond. Wil je reageren nog op datgene wat we vanavond uitgezonden hebben, kun je ons altijd e-mailen naar info@jubilee.nl. We geven altijd persoonlijk antwoord. Als je gebedsverzoek hebt, laat het ons ook weten. Stuur dan een mail naar prayer@jubilee.nl, zodat wij voor jou op de bres kunnen staan. Bidden zet krachtige dingen om. We geloven in de kracht van gebed, waarom? We geloven in de kracht van God. En als wij bidden naar de wil van God, dan wordt Gods wil komt tot stand, ook in jouw leven. Dus laat ons jouw gebedsverzoek weten. Wij staan op de bres met jou en een heel team zit achter dit e-mailadres, die de gebedsverzoeken oppakken en brengen tot iets krachtigs, en dat de wil van God geschieden in jouw leven. Lieve mensen, we zijn er weer gekomen tot het eind van deze uitzending. Ik wens jou Gods zegen toe. Een geweldige aanloop naar de kerst toe. Alvast een heel Merry Christmas. Ik hoop je vrijdagavond te zien. Of misschien morgenochtend bij Bernhard Bemoedigd om 9:30. God zegen. Weet je dat hij je overroept? Weet je dat hij je dieper roept? Weet je dat er meer is voor jou dan wat je nu ervaart of denkt? Je
weet je dat jij er echt toe doet? Weet je dat jij van waarde bent? Weet je dat jij een impact maakt, omdat hij door jou heen bent? Ik zoek mij uit naar u, laat alles los, want u heeft meer dan wat ik denk. Ik kijk naar u, er is één ding dat ik verlang, te zijn waar u bent, te gaan waar u bent. Leuk dat je kijkt naar mijn volgende stap. Leidraad eigenlijk van deze serie is het boekje van mijn volgende stap. Dat is dit boekje. Ik was geraakt door liefde van God, maar eigenlijk zat ik ook nog met heel veel vragen. Ik dacht, oké, ik geloof in God, maar wie is God dan eigenlijk precies? Ik wist nog niet alles van hem. Ik was eigenlijk benieuwd, hoe bid je eigenlijk? We hadden thuis een Bijbel, maar ik vond het vooral een heel dik boek en lastig om aan te beginnen. Dus hoe lees je Bijbel? Wat is het evangelie? Wat is bekering? Waarom zou je naar een kerk gaan? Dus er waren allerlei vragen die in mij opkwamen. En ik denk, omdat ik toch wel vrij blanco stond in het geloof, eigenlijk niets wist, dat ik daardoor ook passie heb ontwikkeld om andere mensen mee te nemen in hun eerste praktische geloofstappen. En ik wil je eigenlijk in deze serie meenemen in Jip en Janneke taal in deze vragen. En ik wil je ook echt uitdagen om deze serie te kijken. Het zijn geen ingewikkelde Bijbelstudies. Maar ik geloof wel dat op de manier waarop het mij praktisch heeft geholpen om hiermee aan de slag te gaan, dat het ook jou praktisch zal helpen.